Goeiedag. Het weer heeft zich de afgelopen 10 dagen van veel verschillende kanten laten zien. We begonnen met zonnig en zacht lenteweer. En dat is op deze foto ook nog wel terug te zien. Want de natuur is flink op gang gekomen. We zien hier die jonge blaadjes die uit de takken zijn gekomen. Nou, daarna werd het tijdelijk wat kouder. En hadden we op 1 april zelfs een dun sneeuwdek op veel plaatsen in het land. En momenteel bevinden we ons juist weer in een heel wisselvallig weertype. En dat komt ook weer terug in deze foto. Die druppels die onderaan de takken hangen. Nou, de vraag is natuurlijk, blijven we de komende 10 dagen met dat soort sterke schommelingen te maken houden? Of komt er geleidelijk weer wat meer rust in de atmosfeer? Nou, daarvoor begin ik even met een kaart, een weerkaart die wat hoger in de atmosfeer zich afspeelt. Dit is de straalstroom gemodelleerd door het Amerikaanse GFS-weermodel. En dat wisselvallige weer waar we momenteel mee te maken hebben is ook te linken aan die straalstroom. Die band met hoge windsnelheden op 10 kilometer hoogte, die ligt momenteel ongeveer van west naar oost over Europa. En dat zorgt ervoor dat zo'n treintje aan lage drukgebieden met zo'n opeenvolging van warmte, fronten, koufronten, dat eigenlijk wel dagelijks veel bewolking en regen met zich meebrengt. Nou, en als we eens gaan kijken hoe zich dat de komende tijd gaat ontwikkelen, dan zien we hoe die eerst nog behoorlijk in stand blijft. Maar op de iets langere termijn dan ontstaan er wat meer slingers in die straalstroom en moeten die hoge en lage drukgebieden die daarbij horen wat meer van positie veranderen. Nou, en hier op dinsdagochtend dan zien we ook wel een slinger in die straalstroom ontstaan. En dat betekent dat die lage drukgebieden boven de Atlantische Oceaan dan daar omheen moeten buigen, ofwel richting het noorden ofwel richting het zuiden. En in zo'n situatie betekent dat het westen van Noorwegen af en toe met flink wat regen te maken kan krijgen. Maar als die lage drukgebieden juist naar het zuiden afzakken, is het in het Middellandse Zeegebied heel onstuimig. Maar voor ons dus wel goed nieuws, want dit brengt vaak iets rustiger weer met zich mee. Nou, dit vindt zich dus allemaal hoger in de atmosfeer. Dan is natuurlijk de vraag, hoe zit dat er dichter bij de grond uit? Dan pak ik even de kaart met het weerbeeld en de luchtdruk erbij. En dan valt dat wisselvallige weertype bijna niet te missen. Hier boven de Noordzee ligt een lage drukgebied en iets verder naar het westen, boven de Atlantische Oceaan, ligt er nog een. Nou, we zien ook flink wat blauw op de kaart. Flink wat regen de komende tijd dus nog in de verwachting. Nou, dat gaat zich geleidelijk wat meer richting het oosten verplaatsen. Tijdens het weekend hebben we nog met een noordweststroming te maken om dat lage drukgebied heen. Maar daarna komt er geleidelijk iets meer rust in de atmosfeer. We zien na het weekend namelijk een hoge drukgebied zich hier nestelen boven het zuiden van Scandinavië. En zo'n hoge drukgebied betekent dat wij juist met een verandering van de windrichting te maken gaan krijgen. Die wordt bij ons wat meer zuidelijk, zuidoostelijk. En dat zorgt er dan voor dat die mildere lucht vanuit het zuiden van Europa dan ook makkelijker onze kant op kan komen. Nou, dan maak ik nog heel even een klein tussenstapje. Gaan we even weer wat hoger de atmosfeer in. En hier heb ik dan de temperatuurkaart. En vooral in het voorjaar dan bevindt zich echt in het noorden van Europa nog zo'n bubbel met koude lucht. En die zien we hier ook mooi terugkomen boven Scandinavië, IJsland, de Noordpool en ook nog boven Rusland. Nou, en die straalstroom is eigenlijk een beetje de afbakening van die koude lucht. En die ligt dan ook ongeveer hier. En in het zuiden van Europa en het Middellandse Zeegebied begint het geleidelijk weer wat op te warmen. Zo in het voorjaar. Nou, die bel met koude lucht, daar gaan we tijdelijk nog wel eventjes mee te maken krijgen. Nou, voornamelijk in het weekend. Want om dat lage drukgebied heen hebben we dan met een noordwestelijke windrichting te maken. Kan die koude lucht wat meer uitzakken richting Nederland. Ja, en de Noordzee is relatief warm en vochtig. En als er dan buien ontstaan met die koude bovenlucht, dan kan dat vooral op vrijdag en met name op zaterdag bij ons nog wat winterse neerslag opleveren. Denk dan aan wat vlokken natte sneeuw, misschien wat hagel. Maar zo'n sneeuwlaag zoals op 1 april, dat hoeven we daarbij niet te verwachten. Nou, en die koude lucht wordt daarna ook alweer teruggedrongen richting het noorden. En door die verandering van de windrichting zien we ook in deze kaart terugkomen hoe vanuit het zuidoosten die milde lucht dan onze kant op komt. Nou, die verandering van windrichting en die verschillende luchtsoorten waar we mee te maken krijgen is ook duidelijk terug te zien aan de weerpluim, in dit geval de temperatuur. Dit is dan van het Europese weermodel, maar die laat een beetje een vergelijkbaar beeld zien. Nou, eerst hebben we dus nog met dat wisselvallige weertype te maken. Wordt ook gekenmerkt door weinig dagelijkse gang. Dat betekent dat er weinig verschil is tussen de temperatuur overdag en 's nachts. Een relatief vlakke lijn. Nou, op zaterdag krijgen we dus met die koudere lucht te maken. En tijdens de nacht naar zondag kan er dan lokaal ook wel een graadje vorst weer voorkomen.
En dan na het weekend, vooral op maandag, dan gaat dat hoge drukgebied een rol spelen. Krijgen we met wat mildere lucht te maken en gaat de temperatuur ook in de lift. En op maandag kan het lokaal wel weer 20 graden worden en zal het ook wel weer lenteachtig aanvoelen. En op de langere termijn zien we de onzekerheid in de weerpluim toenemen. Temperatuur lijkt ook iets omlaag te gaan, dus het is even nog de vraag of dat hoge drukgebied lang stand gaat houden. Nou, de neerslag die daarbij komt kijken, dat wisselvallige weer valt ook hier niet te missen. Tot en met zaterdag nog dagelijks kans op flink wat regen. Daarna dus droger wanneer dat hoge drukgebied zijn invloed gaat uitoefenen. Maandag belooft dan ook een mooie, vrij zonnige lentedag te worden. Maar net als bij de temperatuurpluim zien we ook hier wel die wisselvalligheid en die onzekerheid weer geleidelijk wat meer toenemen. Dus het is op de langere termijn nog even afwachten of dat hoge drukgebied stand gaat houden en of het dus ook lenteachtig blijft.